Club College was voor mij een mogelijkheid om met nog meer technische middelen tot een completer plaatje te komen. Om de lesstof op een nog mooie manier, in feite een betere manier, op te kunnen brengen. Met waanzinnige ondersteuning erbij en een heerlijke beleving in de theaterzaal. Ook omdat je zelf gedwongen wordt om te kiezen en te selecteren. Er zijn nu 3 colleges, bij aanvang 5 toen 3 geworden. Dat hadden 300 kunnen zijn. Je moet jezelf dwingen om bepaald iets te doen en dat mee te nemen. En met het team wordt dan uitgewerkt omdat je ook extra mogelijkheden hebt die je zelf doet. Ik ben atechnisch, dus dan krijg ik allerlei leuke dingen die anders niet gekund hadden. En ik denk dat het voor studenten en ook voor anderen vooral leuk is dat je even weg bent van het alledaagse. En morgen sta ik weer in een collegezaal. En dat werkt altijd anders dan hier. Hier ben je even weg, je hebt meer technische mogelijkheden. In de collegezaal is dat soms beperkt. Verschil van locatie tot locatie natuurlijk. Dat is echt school. En hier ben je even ook buiten school. En dan denk ik dat de mensen zich meer openstellen om dingen te leren. En wat gewoon voor mij belangrijk is dat het onderwijs ook... Dat je echt iets bijdraagt aan de ontwikkeling van die mensen. Dus ik hoop nu maar, dus als je keek naar de reacties in de zaal net ook, hoe dat ze nu Mat Santini gaan lezen, dat ze nu eens naar het Stedelijk Museum gaan en naar Tilburg gaan en zo. Dat is waar je het voor doet.